over. De vlam niet over. De vlam niet doven. De vlam niet doven. De vlam niet doven. De vlam niet doven. Innerlijk vuur. De meesten van ons wachten tot de wereld zou veranderen, liever dan zelf te veranderen. Het zou makkelijker zijn als de wereld het voor mij zou doen. Inmiddels ben ik er echt wel van overtuigd dat ik zal moeten veranderen. Krishnamurti maakt het me wel moeilijk. Hij vertelt niet hoe ik moet mediteren. Wel dat ik stil moet worden en mijn gedachten moet bekijken, alsof er voorbijgaande wolken aan een strak blauwe hemel zijn. Hij zegt niet dat ik aan yoga oefeningen moet doen. Wel dat ik mijn lichaam goed moet verzorgen en rechtop moet zitten, zodat de energie vrijelijk kan stromen. Hij weet heus wel wat er moet gebeuren, wil ik de waarheid vinden. Maar hij schrijft het niet voor. Anders zou hij de autoriteit zijn die weet hoe het moet en slechts daarom nagevolgd worden. Een eerste vereiste blijft intens verlangen naar deze waarheid. Volger ontbreekt het heilige vuur. Als iemand werkelijk naar vrijheid verlangt, zal hij vechten, zei Krishnamurti. Mijn innerlijk vuur moet de motivator zijn, niet zijn gezag. Ik moet het zelf doen. Door praten over verlichting te vermijden en via de weg der ontkenning het onnoembare aan te spreken, stimuleert hij het diepgaande zelfonderzoek waaruit al het nodige voor het leren kennen van de waarheid zal voortkomen. Ooit zat in India een kluizenaar aan de oever van de rivier waar hij door een jonge man in zijn meditatie gestoord werd. De jonge man knielde voor hem neer en zei: Meester, ik wil uw discipel worden. Waarom? Vroeg de meester. Omdat ik God wil vinden. De meester sprong op, greep de jonge man bij de nek, sleepte hem naar de rivier, duwde hem in het water en hield zijn hoofd onder. Na een minuut liet de meester de jongen los en trok hem uit de rivier. De jongen spoog het water uit dat hij had binnengekregen en begon te hoesten. Na een tijdje kwam hij tot rust. Wat wilde je het allermeeste toen ik je onder water hield? Vroeg de meester. Lucht, zei de jongen. Goed, zei de meester. Kom maar terug als je evenveel behoefte aan God hebt als aan lucht toen je daarnet onder water was. Ik denk nu wel eens dat zo'n intens verlangen in mij aanwezig is. Maar ook ik weet dat ik mijzelf voor de gek hou. Het is nog steeds een oppervlakkig zoeken dat bij tijd en wijle mijn behoeften bevredigt. Het zoeken is een vlucht voor mezelf. Mijn rusteloosheid wordt aan de oppervlakte omgezet in prestaties die bevrediging schenken, maar niet voor lang. Ik zal erachter moeten komen waarom ik vlucht en onder de bovenste laag van de onvrede moeten afdalen. Hoe? Uw vraag geeft aan dat u nog altijd wil ontkomen aan dat gevoel van onvrede, antwoordt Krishnamurti. Maar als je met dat schrijnen leeft, zonder te proberen eraan te ontkomen of er aan iets te veranderen, dan dring je door in de diepere lagen van je onvrede. Zolang we proberen ergens te komen of iets te zijn, ontstaat er onvermijdelijk een pijnlijk conflict. En nadat we eerst zelf die pijn veroorzaakt hebben, willen we er vervolgens aan ontkomen. En we doen dat door in allerlei activiteiten te vluchten. Als je één bent met je gevoel van onvrede, als je er niet voor wegloopt, maar een deel van bent, zonder het in je rol van waarnemer op het spoor van de voldoening te zetten of het als onvermijdelijk te accepteren, geef je daarmee datgene wat geen tegengestelde en geen gelijke heeft de kans om te ontstaan. Ook al doet het pijn, het is iets geweldigs gevoelens van onvrede te hebben. En die vlam niet te doven met kennis, met tradities, met hoop of met prestaties. We verliezen ons in het mysterie van de menselijke prestatie. Of in het mysterie van de kerk of van het straalvliegtuig. Nogmaals, dat is oppervlakkig en leeg en voert naar vernietiging en ellende. Maar het is een mysterie dat de vermogens en de krachten van de geest te boven gaat. Het is niet te bereiken of op te roepen. Het moet komen zonder dat we erom vragen. En als het zich aandient,
betekent dat een zegening voor de mensheid.